We gaan ook nu de tijd van de zesdaagse tegemoet. Gent komt eraan. Waarbij we natuurlijk het Nederlands koppel hebben. Die wereldkampioen op de koppelkoers zijn. Dus dadelijk daar, en misschien ook wel in volgende zesdaagse, de boel aan moeten gaan trekken. De boel moeten gaan winnen ook, Maarten. Werkt dat zo makkelijk met Van Schip en Havik? Nou ja, het werkt nooit makkelijk natuurlijk. Want je moet de vorm van de dag, zullen we zeggen, hebben. En ook consistent goed zijn. Maar volgens mij zijn het twee jongens die gepokt en gemazeld zijn. Heel veel ervaring hebben in wat ze doen. Het zijn ook nog eens leuke jongens. Ik bedoel, als met die gasten gefietst. Ik heb bij Beat een stukje mentale training gedaan met ze. Ik denk dat hetzelfde gelukt is om twee verschillende karakters bij elkaar te koppelen. Dat is niet te geloven, dit soort twee. Nou ja, weet je, uiteindelijk moet je dus niet kijken naar de verschillen, maar naar de overeenkomsten. Zeker in dit soort wedstrijden, op het moment dat je hoeft maar één ding heel goed te doen. En dat is jouw rondje doen en de aflossing. Ja, en vervolgens heb je eigenlijk niet zoveel met elkaar te maken. Maar op het moment dat je die dingen goed bij elkaar brengt, dan is het natuurlijk magistraal om te zien. Wat maakt dit zo'n goed koppel? Goh, wat maakt dit? Nou ja, ik denk dat ze allebei gewoon dit onderdeel heel goed beheersen. Wat ze het beste koppel van de wereld maken, dat is denk ik niet aan mij om dat uit te vinden. Ik denk wel dat ze goed met elkaar kunnen, dat ze elkaar verstaan. Van het Schip, er zit wel een gebruiksaanwijzing bij. En laatst wel wat interviews met hem gezien ook, dus daar legt hij dat ook wel een klein beetje uit. Dus ja, voor wat Jury betreft moet je daar wel mee om kunnen gaan. En die kan dat heel erg goed. Ik denk dat Havik wel de man is met echt de ervaring. En zeker dan als je het betrekt op het zesdaagse circuit. Dan als Van het Schip lekker in zijn vel zit en los is, dan... dat heb ik ondervonden wel toen ik ploegleider van hem was. Dan, als hij het op zijn heupen heeft, kan hij verschrikkelijk hard fietsen. En dan is hij niet te houden. En dat, het lijkt erop dat hij nou in zo'n fase zit.